course I'm done. Yo mensen, fijn dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we iets doen dat ik nog nooit gedaan heb op mijn kanaal. En dat is de Random Class Generator op Black Ops 3. En wat een Random Class Generator inhoudt: je hebt de website op de computer en die maakt een random class voor je aan. Dus, dat gaan we doen vandaag. Vind je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. En dan neem ik even gewoon simpelweg de website erbij. En dan moet ik gewoon op generate drukken. Ik ga nu op het knopje drukken. Dus ja, ik hoop dat we iets goeds krijgen. Dus generate. Ja. Ja. Het hoort tot de categorie submachine guns al. We spelen vandaag met de HG40. Met de boa scope daarop. De laser sight, waar staat die? Laser sight, oh hier. En de rapid fire. Oh, met die rapid fire ben ik op zich wel blij. Dat kan er eigenlijk nog mee door. En we gaan nog even een camo opgooien. Gewoon simpelweg deze camo. En we hebben ook nog een secondary wapen. Dat is de MR6. Op zich wel fijn. Met de reflex sight op. Dus ja, de MR6, het is niet verkeerd. Hou het daarop. Ik ben er blij mee met de class die ik heb gekregen. Maar natuurlijk heb ik ook nog voor de moeite gewoon één perkje. En dat is de overclock. Dus je kan je specialist sneller halen. We hebben ook nog little streaks aan. Het is een frag grenade. Ik gebruik die nooit. En twee smoke grenades. En die gebruik ik eigenlijk ook nooit. En dan zie je 10 van de 10 punten zijn besteed aan deze class. Maar wat de random class generator ook doet, die kiest de specialist voor je uit. En die heeft gekozen voor de psychosis. Oké, waarom niet? En ik kies ook de score streaks. En die score streaks zijn eigenlijk best wel aan de lastige kant. We hebben de rave, de hater en de raps. Dus hiermee moeten we het gaan doen in een domination potje. We gaan zoveel mogelijk kills zien te droppen. Willen jullie hier een serie van zien? Op Black Ops 4 laat het me zeker weten. En dan gaan we een domination potje joinen. Alright boys. We zijn aangekomen in een domination potje. En dat is op de map Combine. En ik ga je nu al zeggen. Dit gaat waarschijnlijk helemaal fout. Want die HG40 vind ik echt vooral heel kut. En teammates. Ik heb het gevoel dat ik echt weer in een... In een schitterend team zal zitten. Iedereen staat stil gewoon. Dus hallo? Ja, ik hoor niet. Oh, nog één. Oh, ja, nice. Dus ik denk dat dit weer helemaal moet gaan goedkomen. En even iets. Ik vind deze scope wel eigenlijk chill. Want ja, als er een enemy in beeld staat en je vizier, schijnt het lampje rood van je vizier. Dus ik vind die richtpunt eigenlijk wel chill. En ik sta hier al, vriend. En we gaan gewoon erin. Op zich schiet het wel heerlijk. Maar het is niet het beste wapentje, denk ik. En ja, we gaan gewoon C-vlag pakken. Mijn doel is eigenlijk gewoon om die scorestreaks te halen. Als ik die scorestreaks gehaald heb, ben ik eigenlijk al blij. Want het zijn niet zo'n lage scorestreaks, het zijn wel hoge scorestreaks. Maar het wordt lastig. Niemand hier? Nee? Okay. Oh, we hebben een UAV, thanks teammates. Hebben een hater. Wat? Ik heb gewoon mijn streaks. Ik heb gewoon mijn streaks gehaald. Wat? Nee, dat kan niet. Ik ben een cheater. Ik ben cheater. Nee, dat kan niet.
Oh, dit ging maar net goed. Ik heb gescavenger, hè. Kut. Oh ja, ik heb natuurlijk nog mijn MR6. Oh, kut. Nou ja, dan moet ik doodgaan, hè. Wat een kaksoi. Mijn hater is wel voorbij. Die B-vlag moet gepakt worden, jongens. Ik ga gewoon op die B-vlag. Ik heb een scheet aan en mijn streaks gaan... Oh my fucking god. Mijn streaks gaan zo hard. Mijn streaks gaan zo hard. Dat is niet meer normaal. Oh, oh kut. Oh, ben ik zo gekild. Nee joh. 27 om 0 stonden. Ja, natuurlijk mijn scorestreaks hebben er veel gemaakt. En ik heb gewoon een nieuwe rave. Ik heb gewoon een nieuwe rave gehaald. Nou ja. Ik dacht dat dit kut ging gaan. Maar eigenlijk valt het nog best mee. Ja, jij bent langs mij gelopen. Dit. Oh, kut. Ik had hem nog bijna. Ik had hem bijna moeten weer concentreren. Ik ben helemaal... Echt maar helemaal... blij dat ik mijn scorestreaks heb gehaald. En daardoor ga ik mijn concentratie gaan verliezen. Maar dat moet ik niet gaan doen. Die spelen. Wow. Wacht. Ik moet even mijn streaks halen. Ik ga zitten praten. Kut, ik heb een tijd om hem te muten. Ja, sorry hoor bro, maar ik ga je muten. Oh, komen ze, komen ze. Tegen de muur aan, ja, hoppa. Au, kut, ja, die zag ik niet aankomen. Ik dacht dat hij verder weg was. Maar we gaan hard hoor, 3:34 staan we. Moeten we gewoon dat tempo blijven aanhouden. En... ik wist het. Ah, heeft hij nog een Marshall aanstaan? Ja, die zou je niet aankomen. Goeie kill, bro. Ik dacht dat hij daar wel ging blijven staan, maar die had de ballen aan zijn leef. Om het te komen pushen. Goeie man. Oh, is hij is gevallen. Oké, GG bro. Oké, dan gaan we weer C pakken, hè. Alle vlaggen pakken, come on. We gaan gewoon dit potje winnen met een B-score. Hij zit binnen, gelukkig. Gelukkig. Als hij daar stond, op te wachten, was ik waarschijnlijk dood. Oké, ze zijn dood. Ik ga gewoon die A-vlag pakken, hoppa. Pakken echt wel veel vlaggen. We hebben nu 6 captures al. We hebben 300 punten en we hebben een nieuw... een nieuwe rave. Nog 200 punten dus. Oh nee, dat gaan we niet doen, bro. Je hebt een afstandswapen. Ik heb een submachine gun. Ja, ik ben echt die vent zat te zoeken wie de echte was, maar ja, ik was de echte. De enige echte Riot Bakker was ik. En even kijken of ze een beetje salty zijn. Ik denk dat een van hun wel salty zijn. Ja, ik hoop het gewoon. We staan 39-5, we hebben nog een tweede ronde te gaan. Dus we moeten hem weer even kijken of ze iets te zeggen hadden. Dus we gaan er gewoon weer helemaal voor. En ja, als ik deze vlag heb, 50 punten. Oh, teammate heeft vergeten. Nice, nice. Kijk, ik heb weer een vlaggetje gepakt. Dus we spelen wel weer goed voor het team. We gooien die granaat weg, Ryan. Niet lang in je handen houden, want het kan fout gaan. Je zou dan maar eens hebben. Als je een granaat aan het kopen bent. Ja, wij heten het koken, of koeken eigenlijk gezegd. Het is gewoon dat je granaat even in je handen houdt. En dat je hem dan vergeet... dat je hem dan vergeet te gooien. Dan is het eigenlijk waar. Hij is weggerend. Oh, we hebben een streaks weer. Hoppa. Hoppa, raps. Hoppa. Hey, en die vent kent me, denk ik. Oh, we spannen hier allemaal.
dan zijn rug, bro. Hallo. My name is Ryan. Ik ga gewoon met de pistool verder. Zo, so, we reloaden dat ding. Ik had geen tijd om dit te reloaden. En ja, gelukkig had ik wel een pistol. Eigenlijk is het wel nog een best fijne class. Ik ga alvast aan de kant door de spawn toch wel. Zie je wel. Hoppa! Nu moeten ze hier komen. Ze gaan rage quitten. Ik heb het gevoel dat ze gaan rage quitten. Wauw. We gaan echt hard. Oh, hier nog eentje. Naar de andere kant op. En heen en terug. Heen en terug, hoor. Het is gewoon een standaard heen. Oh, ik schoot al mijn eigen clowns kapot. Oké, dat was niet echt heel handig. We gooien hier across the map als ik dit hitte. Als ik dit hitte. Nee, iedereen is dood. Oh, andere kant op. Jesus. Ow. Losing Charlie. Deployed. Thanks teammate. Guardian deployed. We spannen nu allemaal hier weer. Kut. Jezus. Het potje bleef maar gaan. Oh, ze komen nu allemaal in mijn rug. Ah, ik ben dood. Ja, die zag ik aankomen. 367, echt waar. Het is gewoon een beast potje. We rennen ook gewoon constant op af. Waar gaan ze spannen? Andere kant waarschijnlijk. En deze bleven daar spannen, wat? Oké. Okay. Nu spannen ze wel daar, oké. Oké, nu spannen ze wel daar. Het is echt gevecht om de kills gewoon tussen teammates. Want iedereen wordt gewoon voor je hoofd weggenomen. Zo, 567. Woe! Dit artillery destroyed. Was een heftig potje. Zo te knetter. Oef. 567. 8 captures. Vind ik zeer mooi. Dus hebben jullie genoten van deze video? Dus zeker een duimpje omhoog. Willen jullie meer random class zien? Laat het me ook weten door inmiddels een comment achter te laten. En dan zie ik jullie de volgende video weer terug, mensen. Bye bye.